Hi, ik ben Saskia, stylist bij Histor. Een van de leukste dingen om te doen is oude meubeltjes een tweede leven gunnen. Iedereen heeft wel een oud meubeltje staan die een metamorfose kan gebruiken. Mijn advies? Geef hem een nieuwe kleur. Graag laat ik je in een paar stappen zien hoe je een oud meubel omtovert in een nieuw exemplaar. Nou, neem bijvoorbeeld dit roltafeltje. Dat stond in de garage. Dat is zonde eigenlijk. Want stel je deze nou eens voor in donkerblauw. Eerst moet ik bepalen waar ik het meubeltje precies neer ga zetten en welke kleur het definitief krijgt. Ik denk dat dit roltafeltje heel mooi bij mij in de hal zal staan. En ik heb een kleur in gedachten, een donker grijs-blauw, genaamd Criterium. Ik kies voor akietverf, dat is een verf op terpentinebasis. Deze heeft een hoogglans afwerking en is gemakkelijk schoon te maken. Voordat je kan beginnen met verven, moet je je meubeltje eerst goed schoonmaken en ontvetten. En dit kan met een Histor ontvetter. Ik maak het meubeltje nu goed schoon. Nou, kijk wat eraf komt. Daarna maak je het meubeltje nog een keer goed schoon met een doekje met lauw water. Want de ontvetter moet er goed af zijn voor een optimale hechting. Daarna gaan we het nog een keer goed schuren. En een schuurpapier van een korrel van 150 tot 180. Dus niet te fijn en niet te grof. Dit ook weer om een goede hechting van de verf te garanderen. Daarna stof ik het meubeltje af en is het klaar voor de metamorfose. Ik heb gekozen voor een universele grondverf, omdat je hier met meerdere materialen te maken hebt, waardoor je hem in één keer kan gronden. Had ik een lichtere eindkleur gekozen, dan had ik een witte grondverf gebruikt. Ik doe dit nu met een rolletje, maar het kan natuurlijk ook met een kwast. Dat is wat je zelf prettiger vindt. Maar let wel even op dat je de juiste kwasten gebruikt, die voor verf op terpentinebasis. 16 uur later is je grondverf droog. En voor een optimale hechting schuren we hem nog een keer en maken we hem nog een keer goed schoon. En dan nu het leukste, het aanbrengen van de kleur. Ik schilder altijd van boven naar beneden om te voorkomen dat er stof of andere narigheid in je verf terechtkomt. En verder zet je de verf altijd lekker dik op. In lange lijnen, horizontaal, verticaal, diagonaal, maar strijk hem wel goed uit. Daarna zachtjes nastrijken in lange banen van boven naar beneden voor het beste resultaat. Mijn meubeltje is af en ik ben blij met het eindresultaat. En gun ook jouw meubels een tweede kans. Heel leuk om te doen. Helemaal mooi, helemaal historisch.